welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een video waar jullie mij echt dood om hebben gespamd. Ik heb zoveel berichten gehad van Sarah. Er is een nieuw oogschaduwpaletje bij de Action. En het is echt een complete dupe van een Huda Beauty paletje. Ik ben naar de Action gegaan en ik heb het paletje gehaald. En het is inderdaad een echte dupe van het Huda Beauty nieuwe nude paletje. Volgens mij heet dat paletje zo. Dat paletje is natuurlijk super duur. Dit paletje was super goedkoop. Dus ik dacht, ik haal het paletje snel en ik maak de video ook snel. En ik plaats hem ook al gewoon gelijk morgen. Normaal de week waarin ik mijn video's maak is niet de week waarin ik ze plaats. Ik maak één week de video's en ze worden dan pas volgende week geplaatst. Maar ik dacht, ik ben zo erg gespamd door jullie om een video te maken van dit paletje. Dat ik hem gewoon gelijk al morgen ga uploaden. Toen ik op mijn Instagram had gepost dat ik dit paletje heb gehaald. Toen kreeg ik ook superveel DM's van meiden die het paletje ook al hebben. En iedereen vond hem fijn. Er was geen enkel bericht van iemand die zei, ik vond hem niet zo goed. Dus ja, ik ben echt heel erg benieuwd. Nu heb ik echt hele hoge verwachtingen door jullie. Dus vind je de video nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we gewoon snel beginnen met de video. Het paletje heet gewoon Nude van Fab Factory. Het is een paletje met 18 oogschaduwkleurtjes erin. Hij is mooi roze. En dit zijn dan alle kleuren die erin zitten. Glanzende kleuren en matte kleuren. Het zijn vooral een beetje roze-achtige kleurtjes. Dit paletje is slechts 5 euro. Super goedkoop. Hier staat ook een uitleg erop van hoe je alles kunt aanbrengen. Dat vind ik wel handig voor meiden die net beginnen met oogschaduw en nog willen oefenen. Dan heb je hier een goede uitleg. Of je kunt gewoon mijn video's bekijken voor een goede uitleg. Ik heb al een dupe van het Huda Beauty New Nude paletje. En dat is de Socialite palette van W7. En dit is, zoals je kunt zien, ook echt een regelrechte dupe. Dit paletje is 10 euro en dit paletje is amazing. Echt amazing. Dit paletje is echt precies de dupe. De kleur hier is ook zo'n cream concealer-achtige kleur. Echt precies net als het paletje van Huda Beauty. Dit paletje is ook heel goedkoop. Slechts ja, 10 euro. En dit paletje is echt fantastisch. Heeft pressed glitters ook. Glanzende kleuren, matte kleuren. Dit paletje is maar 5 euro. Dus nog goedkoper dan die van W7. Dus ik ben heel benieuwd naar dit paletje. Ik zie ook dat hun hier een cream kleur hebben gedaan. Dat is ook handig. En een pressed glitter en zo. Dus ook in dit paletje heb je ook echt die 3 verschillende oogschaduwtexturen. Ik ga heel even dit wat erop zit eraf halen. Dit plasticje. Als ik zo naar het paletje kijk, is de glitter hier echt een pressed glitter. Dus losse glitter, die is gepressed. Die hoef je ook niet aan te brengen met de lijn meestal. De 2 kleuren hier zijn een beetje meer van die beetje grove glanzende kleuren. En dan heb je hier gewoon allemaal normale glanzende kleuren. En de rest is gewoon allemaal mat. Dus als ik zo naar het hele paletje kijk, is het echt een fantastisch paletje. Voor echt een heleboel looks. Ik hou ook echt altijd van pressed glitters. Ik weet dat niet iedereen daarvan houdt. Maar ik persoonlijk hou van glitter. Ik hou van heftige looks. Dat vind ik altijd heel erg mooi. Dus mensen, ik ga vandaag hiermee even een look maken. En ik ben heel erg benieuwd. De manier hoe ik altijd mijn make-up review is dat ik ook rekening hou met de prijs van het paletje. Dit paletje is slechts 5 euro. Dus dat hou ik ook echt in mijn gedachten wanneer ik dit paletje review. Dus ik verwacht ook echt absoluut geen kwaliteit. Zoals in een 50 euro paletje. Maar ik verwacht wel dat het gewoon mooi en goed aanbrengt. Want ook al is het maar 5 euro. Je moet het toch wel gewoon ja, goed kunnen aanbrengen. En als dat ook niet is. Dan is het ook voor 5 euro niet waard. Dus dat is de manier hoe ik review. Dus we gaan even inzoomen. En dan gaan we gelijk beginnen met de oogschaduw look. Oké, we zijn lekker ingezoomd. By the way, ik heb van dit paletje ook een hele video gemaakt. Dus als je een look wilt zien met dit paletje. Die staat al op mijn kanaal. Ik heb hem ook vaker in video's gebruikt, maar ik heb ook echt gewoon een hele volledige video gemaakt over dit paletje. Dit paletje is echt amazing, jongens. Echt geweldig voor 10 euro. Maar daar gaat het vandaag niet over. Het gaat vandaag om dit Action paletje. Ik ga zoals altijd gewoon weer beginnen met het primen van mijn oogleden. Ik gebruik hiervoor mijn MAC Cosmetics Soft Ochre Paint Pot. Hij viel weer gewoon bijna uit mijn hand. Ik ga beginnen met deze matte nude kleur hier. Die heet Need a Tan. En met die kleur ga ik even mijn ogen een beetje zetten. Oké, ik heb echt nog geen idee wat voor look ik ga maken. Ik denk wel dat ik sowieso de pressed glitter ga gebruiken. Ik denk dat ik een beetje een donkere look hiermee ga maken. Tenminste zo donker als kan met de kleuren in het paletje. Dus dat is een beetje wat ik ga proberen te doen. Ik ga beginnen met de matte kleur hier beneden. Die heet Dream.
En met mijn BH Cosmetics nummer 101 Fluffy Cost ga ik die aanbrengen in mijn hele arcadeboog. Dit is echt een geweldige transitiekleur om mee te beginnen. Nou, die kleur bracht echt top aan. Echt een hele mooie, prachtige transitiekleur. Ik ga ook echt proberen om elke textuur te gebruiken, zodat ik echt goed weet wat ik van het paletje vind. Ik ga nu in met de matte kleur hier, Pink Madness. En die kleur breng ik ook nog aan in mijn arcadeboog, maar ik breng die een beetje aan onder die andere kleur, zodat ze gewoon mooi in elkaar overgaan. Ik weet nog helemaal niet wat voor look ik ga maken. Ik ben maar gewoon iets aan het doen. Ik denk gewoon dat ik een beetje voor een smoky eye look ga. En dan pak ik weer die andere kleur, Dream, die ik net aanbracht, en dan ga ik weer een beetje zo over de randen heen. Gewoon heel lichtjes. Dan ga ik in met de donkerpaarse kleur, die heet Jet Set. En met ook nog deze Fluffy Quads breng ik die ook aan in mijn arcadeboog. En dan blijf ik ook weer een beetje onder die twee andere kleuren. Nou, ik moet zeggen, de kleuren brengen echt top aan. Ik heb nou 3 kleuren aangebracht. Wat ik vaak zie met meer goedkope paletjes, is dat wanneer je echt 3 of 4 kleuren een beetje zo in elkaar blendt, dat het gewoon 1 grote kleur wordt en ze niet echt apart blijven van elkaar. En ik zie dat het nou wel gebeurt. Ik zie echt nog gewoon de 3 kleuren apart zitten. En dat is echt wat ik belangrijk vind. Ik wil niet dat het gewoon 1 grote verzameling wordt van 1 hoop kleur. Dus dat vind ik echt top. Dan pak ik de Nude Cream kleur hier. Die heet Prime. En ik ga met die kleur proberen om een halve cut crease te maken. Oké, nou dat ging op zich best wel makkelijk. Het heeft alleen niet super veel pigment. Ik persoonlijk zou gewoon een concealer gebruiken. Die heeft toch iets meer pigment. Maar op zich is die echt wel goed genoeg. Het is niet dat ik nou iets heb van, oh mijn god, ik vond het echt vreselijk. Maar het is ook niet het beste om een cut crease mee te maken. Wel moet ik zeggen dat een cut crease maken met concealer moeilijker is dan met dit. Dus voor een beginner is dit denk ik ideaal om te oefenen met een cut crease. Oké, dan gaan we in met de glanzende kleuren. Dat vind ik altijd leuk. Ik ga echt letterlijk gewoon alle 3 de texturen aanbrengen op elkaar. We maken er gewoon een hele boel van, want ik wil het gewoon echt per se allemaal proberen. Ik ga beginnen met de roze glanzende kleur hier in de hoek. Die heet Queen. Ik maak ook altijd mijn kwast nat met fixing spray van Max & More. Over de Action gesproken. Deze moeten jullie echt halen. Deze is echt geweldig. Echt een dupe van MAC Fix Plus. Dus dan heb je en een Huda Beauty dupe en een MAC Fix Plus dupe. En ik breng het gewoon aan over de cut crease. Het is een beetje goudroze. Het is echt zo'n mooie rosé kleur. Het had voor mijn smaak wel iets meer kunnen glanzen. Ik heb by the way de kleur ook met mijn vinger aangebracht. Alleen dat maakte niet per se meer verschil ofzo. Dan ga ik in met de kleur hier. Die heet Gossip. Ik weet wel van die textuur. Die is best wel grof. En die heeft best wel veel textuur op je oog. Dus als je daar niet van houdt. Veel mensen houden daar niet van. Die willen gewoon een hele smooth, egale ooglid. Dan vind je zo'n oogschaduw niet zo fijn. Het is gewoon een grovere textuur. En ook nou weer maak ik mijn kwast nat met spray. En deze kleur breng ik dan zo ernaast aan. Ik denk wel dat het handiger is om die met je vinger aan te brengen. Ja, nou komt er echt meer van af. Die moet je echt met je vinger aanbrengen. Kijk, je kunt het al gelijk zien. Die heeft super veel textuur. Dus als je daar niet van houdt, dan sla gewoon die kleuren over. Dan pak gewoon die andere textuurkleuren. Die zijn ook prachtig. Maar ik hou hier persoonlijk wel gewoon van. Ik vind het wel mooi. Dan pak ik weer een beetje van die glanzende kleur van net, Queen. En die breng ik dan weer een beetje hier aan om het een beetje in te blenden met die andere kleur. Oké, nou dit vind ik echt prachtig. Wat vinden we ervan, jongens? I love it. Dan ga ik ook nog in met de donkerste kleur in het paletje. Een hele donkerbruin. Deze heet After Dark. En dan pak ik echt een hele kleine mini fluffy kwast. Die ik gebruik is van New Standard. En die kleur breng ik dan zo aan hier in de hoek. Om het lekker smoky en donkerder te maken. En dan blend ik het ook goed in met die glanzende kleur ernaast. En ik blend het ook helemaal zo in een puntje naar buiten. Kijk even wat voor een verschil dat maakt. Hier is het nou helemaal zo mooi smoky omhoog. En hier is het nog gewoon een beetje saai en niet echt 3D. Het heeft niet echt een mooie 3D smoky effect. En dit doet een donkere kleur dus altijd heel goed. Dus ik vind het altijd fijn om iets van bruin of zwart nog aan te brengen in de hoek. Ik vind ook echt dat hij goed donkerbruin is. Ik heb niet veel aangebracht, want ik wilde het ook weer niet heel extreem donker maken. Maar je kunt al zien dat hij gewoon goed bruin aanbrengt. Ondanks dat ik helemaal niet veel op heb gedaan. Dus tot nu toe is dit paletje echt een toppertje. En dan pak ik nog even een beetje van die kleur Gossip. En die breng ik dan nog een beetje hier zo extra aan.
Want door dat bruine geblend gaat het altijd een beetje weer weg. Oké, in principe is de look gewoon zo wel mooi genoeg. Maar omdat ik dus per se elke textuur wil gebruiken, ga ik ook een pressed glitter aanbrengen. En die hebben we 1 in dit paletje. En dat is de prachtige kleur hier beneden. Die heet Vegas Dust. Een pressed glitter hoef je in principe niet aan te brengen met lijm, want het is pressed. Als hij los is, dan moet je wel echt lijm gebruiken. Maar als je het gewoon extra goed vast wilt maken, is het wel handig om ook nog lijm aan te brengen voordat je deze aanbrengt. Want dan blijft alles nog extra goed. Maar in principe hoeft dat niet. Dus ik ga dat ook niet doen. Ik breng het gewoon direct aan van het paletje op mijn oog. En met een pressed glitter gebruik ik ook bijna altijd gewoon mijn vinger. En dan breng ik die gewoon een beetje zo random aan in het midden. Oh, wauw. Oh mijn god. Ik vind deze look echt geweldig. Oh, ik ben iets te hoog gegaan, jongens. Oh my god. Oh, ik haat het als dat gebeurt. Mensen, kijk even het verschil nou met hier en hier. Hier is wel de pressed glitter en hier niet. En het geeft gewoon toch net een beetje dat extra glitterige effect wat ik altijd wil. I love it. Echt heel mooi. Ik vind het echt heel mooi. Ik ben echt zo impressed. I love it. Dan ga ik ook nog een hele dunne wing maken. Ik gebruik hiervoor mijn NYX Cosmetics Matte Eyeliner. Voor mascara gebruik ik mijn Kruidvat Lash Define Skinny Mascara. En als neppe wimpers breng ik mijn TL3 wimpers aan van Tati Lashes. En dan ga ik ook even mijn gezichtsmake-up aanbrengen. En dan kom ik weer terug en dan maken we de ooglook helemaal goed af. Dus ik ben zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Mijn hele gezicht is mooi afgemaakt. Ik zal beneden in de beschrijving plaatsen wat ik allemaal heb gebruikt vandaag. Ik ga nou mijn ogen verder afmaken. Ik ga beginnen met een nude oogpotloodje aan te brengen in mijn onderste waterlijn. Ik gebruik hiervoor mijn Rimmel London Nude oogpotlood in de kleur 005. Goedkoop en echt super goed. En hierdoor heb ik een meer open blik. Dan ga ik oogschaduw aanbrengen op mijn onderste wimperrand. Ik begin met de donkerbruine matte kleur hier. En die kleur ga ik uitblenden met de roze kleur hier beneden. Die ik ook heb gebruikt in mijn arcaadboog. En ik breng het ook niet helemaal naar mijn binnenste ooghoek. Ik stop ongeveer hier in het midden. En dan breng ik ook mascara aan op mijn onderste wimpers. Ik ga ze eerst primen met mijn mascara primer. En dan breng ik gewoon weer mijn Kruidvat mascara aan. Als je mascara primer aanbrengt, moet je altijd eerst wachten tot het echt goed opdroogt. Zolang je wimpers nog zo fel wit zijn, moet je echt nog wachten. Het moet echt een beetje doorzichtig witachtig worden. Dan pak ik de highlighter die ik net heb gebruikt. Ik heb de Banana Highlighter gebruikt van I Heart Revolution. En die ga ik aanbrengen in mijn binnenste ooghoeken. En dan pak ik echt zo de roze kleur. Nou mensen, dit is dan de ooglook nog eventjes van close-up. Wat vinden we ervan? Ik vind het echt prachtig. Je zou echt niet kunnen zien dat ik nou een oogschaduwpaletje heb gebruikt van slechts 5 euro. Kijk even hoe mooi glanzend dit is, hoe mooi roze. Oké, dan moet ik alleen nog eventjes mijn lippen doen. Ik ga even een lipstick aanbrengen. Welke ga ik aanbrengen, jongens? Ik denk dat ik voor een lipstick ga van Be Creative Makeup. Dit is de kleur 004, is een roze kleur. En als lipgloss breng ik een Pixie lipgloss aan in samenwerking met Chloe Morello of zoiets. En dit is de kleur Parfait. Dit is een hele mooie glitterige gloss. En dan is de look helemaal af. Nou, ik denk niet dat ik nog hoef te vertellen wat ik van het paletje vind. Echt fantastisch. Het is echt een goed betaalbaar oogschaduwpalet. Ik ben het echt eens met alle berichten, alle DM's die ik kreeg. Het is echt een mooi paletje, ook voor beginners. Hij is slechts 5 euro. Je hebt ook gelijk 3 verschillende make-up texturen. Verschillende oogschaduwtexturen. Dus ik vind het echt wel een goed paletje. Als ik toch mag klagen over iets, dan ga ik maar klagen over dat de pigmentatie van de matte kleuren wel een tikje beter had gekund. Maar op zich vind ik het wel absoluut goed genoeg. Het is echt een top paletje. I love it. Als je dit paletje al hebt, dan zou ik hem niet halen, want dan heeft het geen nut. De paletjes lijken echt super veel op elkaar. Maar als jij deze nog niet hebt en je wilt toch nog gewoon 5 euro besparen, ga dan gewoon snel naar de Action en haal dit paletje. I love it. Hij is echt waard. Ik ben blij dat ik hem heb gehaald. Dus ik vind het echt een goed paletje. En ik ben echt zo blij met hoe de make-up look is geworden. En als je de video leuk vindt, vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer allemaal snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!